Dames en heren, als ik uw aandacht mag, van harte welkom hier in Museum Spakenburg. Het museum wat de geschiedenis vertelt van Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk. En dus een plek is van onze cultuur. De cultuur van ons dorp. En die komt allemaal wat langer of wat minder lang, al een tijdje in ons mooie dorp. Je woont allemaal in Bunschoten Spakenburg. Ik heb geen diekers gezien vandaag. Ja, een dieker. Kijk eens eventjes. Dan heet ik speciaal welkom. Dat moet altijd van mijn vrouw, want die komt ook uit Eemdijk. Dan zeggen ze, vergeet de diekers niet. Nou, bij deze. De tekst van de verklaring van verbondenheid luidt als volgt. Ik zweer, of ik verklaar, dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, haar vrijheden en rechten respecteer en, ik zweer of beloof, de plichten die het staatsburgerschap met zich meebrengt getrouw te vervullen. En dat is aan mij, aan u de vraag wat daarop uw antwoord is. Mevrouw Rifa Safa. Waarlijk helpt mijn God Allah. Meneer Assen Jozaljan. Zo vaarlijk. Helpen mij. God Almachtig. Dank u wel. Marina Babayan. Ja. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Dank u wel. Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden heeft bij koninklijk besluit van 5 oktober 2016 het Nederlanderschap verleend aan Safar Rifa Kamil Boutros, geboren te Bagdad, Irak, op 17 april 1984. Wonende te Bunschoten, met bepaling dat de geslachtsnaam wordt vastgesteld als Safar en de voornamen als Rifa Kamil Boutros. U bent Nederlander vanaf de datum van het koninklijk besluit. En daar wil ik je mee feliciteren en een applaus voor u. Alsjeblieft. Dank u. Hebben we ook een leuke doop bij, zodat we het eerst doen of eerst afmaken? Ja? Ja? Wil jij de bloemen geven? Ja. We hebben voor u een bokken in Spakenburgse uitvoering. Dank je wel. Een boekje Welkom in het Koninkrijk, dat u daarbij kunt lezen. En we hebben een bos bloemen. Dank je wel. Alsjeblieft, dank je wel. Dan ga ik even verder. De minderjarigen Bodo, Mariam, Abiet, Abed, geboren in Nineveh, Irak. Wonen te Bunschoten met de bepaling dat de geslachtsnaam wordt vastgesteld als Bodo en de voornaam als Mariam. Mariam, van harte gefeliciteerd. En een applaus voor jou. We krijgen ook een cadeautje. En een leuk cadeautje. Kijk eens. Dan is de volgende. Dat als onderdeel van het besluit om mevrouw Safar Rifa Kamil Boutros Safar Nederlander te verklaren, is het Nederlanderschap ook verleend aan de minderjarige Bodo Hilmis Abjet Abed, geboren te Nineveh, geboren op 8 maart 2005. Uw zoon, die er vandaag niet bij is, want hij is ook wat gehandicapt, zegt u, hè? Dus hij heeft extra zorg nodig en deze bezetting is te onrustig voor hem, dus hij is thuis gebleven, maar we vinden het wel prachtig dat ook hij nu Nederlander is. En mag ik dat dan nu als vader overhandigen? Dan krijgt u ook het cadeautje voor uw zoon. Bedankt. Ja? Ook daarmee van harte gefeliciteerd voor uw zoon. En is applausje voor hem. Hè? Ja. En dan, ook als onderdeel van het besluit om Rifa Kamil Boutros Safar Nederlander te verklaren, wordt het Nederlanderschap namens Koning Willem-Alexander der Nederlanden ook verleend aan Bodo Abed Amjet Abed, geboren te Nineveh, Irak, op 1 januari 2009. Wonende te Bunschoten met de bepaling dat de geslachtsnaam wordt vastgesteld als Bodo en de voornaam als Abed. Abed Bodo, van harte gefeliciteerd. Je bent nu ook Nederlander. Kijk eens, alsjeblieft. Ik ben nog een leuk cadeautje. En ik cadeautje voor jou.
Handtekeningen. Ja?